Hele goeiedag mensen en welkom terug met deze nieuwe aflevering van F1 2019 Career Mode. We gaan dan verder in Spanje, ronde nummer 5 van het kampioenschap en aflevering 48. Als je aflevering 47 in Azerbeidzjan gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering verschijnen. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Dan nog op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan zodat je enkele video meer van mij mist. Ja, Spanje. Twee updates aan de auto zijn toegepast. De kwalificatie is in de regen. En ja, we hebben Vettel verslagen. Dus we kiezen dus een nieuwe concurrent uit. Het wordt, denk ik, Verstappen of Kvyat. Het wordt Kvyat. We moeten hier weer voor de pole position kunnen strijden. Eén update aan de chassis en de aerodynamica zijn dus voltooid. De volgende update komt in Monaco en dat moet ons weer dichter bij Williams brengen. Maar eerst gaan we dus verder in Spanje voor de kwalificatie. Qualifying is about to kick off any moment here at the circuit Barcelona-Catalunya. No doubt that today will be full of action on the track. And as we count down to that green light, I have to say, Anthony Davidson, that this rain is not showing any signs whatsoever of abating. I imagine we'll be looking at some last-minute setup changes to better adapt these cars to the conditions. What do you think? The trouble is, Crofty, they need to be thinking about the race tomorrow. You don't want to go jacking up the ride heights and piling on a few points of extra downforce that you're not going to want in the Grand Prix itself. The Parc Fermé regulations mean that you have to make that choice. The best thing the drivers can do is adapt with the tools they have available in the cockpit. Moving the brake bias forward will help stop the rear end slipping out under braking, and opening up the differential can really help tame the oversteer on corner exit. The drivers that can make best use of these techniques will have the best chance for success here today. Nou, we zijn inmiddels aanland bij Q1 en het gaat al gelijk goed, want we schieten al gelijk lekker door het grind. Verliezen de auto bijna, terwijl Stroll een 1.34.6 laat noteren. Perez met een 1.33.8 nu naar de snelste tijd. We hebben een Alfa Romeo achter ons, dat is George Russell, terwijl Butler een 1.32.9 laat monteren. En dus moeten we dadelijk oppassen dat Russell ons niet in de weg rijdt. We hebben wel moeite met de tractie op deze full wet banden. De gearbox ziet er wat aan de slechte kant uit. Ik hoop niet dat hij hier in de race ontploft. Maar dat is al niet het geval. En deze bocht nemen we tot onze verbazing lekker goed. Want we kan de auto daar heel makkelijk kwijtraken op de curbstones. Butler laat in sector 1 een 24.9 noteren. Wij noteren daar een 25.0 neer. Terwijl Russell hier de auto bijna kwijt is en ons even voorlaat. We zitten een tiende boven de tijd van Devin Butler. En deze bocht nemen we wat ruim, zodat we op de exit sneller kunnen zijn dan Devin Butler. En we zijn naar P3 verwezen op 14e. Inmiddels naar P9. Weber heeft de snelste tijd afgepakt van Devin Butler. En iedereen is nu naar binnen. En ik ben dus de enige op de baan op dit moment. En dat begint hier al gelijk goed, want we zitten al direct in het groen. En dat heeft ons niet geholpen, want we zijn naar P13 verwezen, want de rest ging allemaal op intermediums naar buiten. Dus een verkeerde call van mijn team om niet te zeggen dat intermediums op een full wet naar buiten moesten, terwijl Grosjean daar heel mooi aan de buitenkant hebben gepasseerd. Paars in sector 1 zie ik. Weber met een 1.29.8. En even kijken waar wij dadelijk dan staan op dit moment. P4. Met nog geen tijd. En we komen op plek 2, op 2/10. Inmiddels bij het einde van Q2. Doorverwezen naar P7. Verstappen nu met de snelste tijd op dit moment. En iedereen is, behalve Weber of Verstappen en Leclerc of Vettel, op de baan. Dus het is druk op het circuit. Gelukkig hebben wij niemand voor ons en niemand achter ons. En dan is het zo meteen de vraag waar wij staan ten opzichte van Max Verstappen. Direct in het groen zie ik. Prachtig om te zien dat. Terwijl de vlag bijna uithangt.
nog ongeveer 45 seconden op de klok. Rood in sector 1, we zijn daar 39.000ste langzamer dan onze snelste tijd. P9 zijn we inmiddels doorverwezen en we hebben een tijd gezet in Q2 en het is plek 7 geworden. Twee posities gewonnen door naar de top 10 shootout. Weber naar 1 en Hamilton 2 op 85.000ste. Het is inmiddels droog geworden hier in Spanje. En dat is een uitstekende kans voor ons om de pole position te veroveren. Want deze auto is heel snel in het droog. Het is eigenlijk net als Baku. Daar begon het ook te regenen in Q3 en toen zakten we weg. En we zitten 19e onder de tijd van Lucas Weber in sector 1. Bijna een seconde sneller dan de Duitser. Dus dit belooft veel. We blokkeren wel wat. Dat is geen probleem. Waar staan wij zometeen ten opzichte van Lucas Weber in zijn Red Bull? Over start-finish. We zijn na P1 met een 1.20.5 de snelste tijd. En ja, dan heb ik een blunder gemaakt. Ik dacht, het is goed zo. Maar Weber en de rest zijn toch nog sneller gegaan. En we starten dus vanaf plek 10. Jammer. How will not making Q3 affect your strategy tomorrow? Ik heb Q3 gehaald, Claire. Ik sta op P10. Dus ik weet niet waar deze vraag op slaat. We hebben wel een vrije bandenkeuze namelijk, want iedereen is gestart op de intermediates in Q2. Ja, hij was erg snel. Had ik niet verwacht eigenlijk, want de Red Bull is niet zo snel eigenlijk. Ik hoop meer dat de zon schijnt, want dan hebben wij weer kans op de overwinning. Oké, tot na de race, Claire. De rivaliteit breakdown met Hamilton en Verstappen. Die leiden we met Hamilton, die verliezen we met Verstappen op dit moment. Maar dat kunnen we dus goed maken in Monaco. De resource punten na de kwalificatie. Zijn er redelijk wat? De reputatie is gedaald. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid. But chin up, it's not the end of the world. Nou, dankjewel Jeff, dat geeft ons hoop. En dan gaan we dus kijken wat het gaat worden hier voor de grootprijs van Barcelona. We starten in ieder geval van plek 10. What does the Spanish Grand Prix have in store for us today, I wonder? I hope we see some tight wheel-to-wheel action down the main straight. Circa Mansell and Senna way back in 91. Or maybe we'll have a more strategic race here on a track where overtaking can be difficult. It's a sell-out crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one at this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn three and the terrifying blind right of turn nine. Anthony Davidson is here with me today. Together we'll be taking you through all the action at the Spanish Grand Prix. It can be hard for the cars to follow each other closely here due to all the dirty air coming off the car in front. So perhaps we're looking at a more strategic Grand Prix. What do you think on that one, Ant? I'm not too sure about that, Crofty. Yes, it's hard to follow, but if you're brave on the brakes and willing to commit, there are definitely opportunities to be had here, like down into turn 10 after the DRS zone, for example. I don't think this is a race. Exciting race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole. And starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Daniel Kvyat and Russell. Bottas, Ricciardo, the Professor, and Devon Butler. Weber, they've taken a grid penalty. Grosjean, Pierre Gasly, and Kubica. Magnussen, Perez, Lance Stroll, and Kimi Raikkonen. Giovinazzi and Carlos Sainz will start from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Jeff here, radio check. Check, can you hear me? Okay, we had a fantastic result at the last race. Let's try it again here. Okay, een radio check dus door Jeff. Ook voor het eerst. Hij zegt, ja, we hadden een geweldige resultaat de laatste race. En laten we hopen dat deze race dus ook weer een geweldige resultaat kunnen neerzetten. Medium en hard dus. En we gaan gewoon voor die strategie, de bovenste dus.
We nemen wat extra fuel mee in de auto, zodat we hard kunnen pushen. En ja, 33 ronden, de race is lang. Maar we gaan het zien hier voor de Grote Prijs van Spanje. De lampen zijn dus aan voor de Grote Prijs van Spanje. Career aflevering 48. En we zijn onderweg vanaf plek 9. En het is een oké start ten opzichte van de rest. Geen posities verloren zie ik bij het begin. Na de run naar bocht nummer 1. Aan de buitenkant kiezen van Ricciardo. En Bottas die hier ons niet echt lastig maakt. Gewoon heet Danny Kwiat. Die wil gelijk misschien aan de buitenkant kunnen passeren. Lukt niet. Kunnen we naar de binnenkant kruisen van Kwiat. Knijpen we hem hier ook af. Dan duwt hij ons wat naar buiten. Blokkeren we en raken we het niet. George Russell is daardoor hard naar binnen. Dankzij Danny Kwiat. En hier ook gelijk George Russell aanvallen. En we hadden net niet Verstappen geraakt. Maar de aanval op Russell is geslaagd. Plek 5 dus. De volgende heet Max Verstappen in zijn Red Bull. We moeten hier ook eens gaan besparen. Hamilton naar 3. De beide Ferraris leiden dus deze wedstrijd. Terwijl we daar een aanval wagen van onze landgenoot. En die slagen wij dus ook. Terwijl we even paars en groen in sector 1 en 2 laten noteren. De volgende heet Lewis Hamilton, ons teamgenootje bij Mercedes. En dan door naar de Ferraris. Ik ben benieuwd of Hamilton ook Vettel kan aanvallen. Nog geen DRS beschikbaar. We zetten de snelste raceronde in met een 1.21.9. En Hamilton klimt wat in op Vettel. Maar is nog te ver weg voor een aanval. En wij moeten ook even kijken naar onszelf, want we hebben een momentje overstuur. Daardoor kan Verstappen terugkomen bij ons. Maar blokkeren wij het pad voor een aanval van Verstappen. Ook hier kon hij dus niet aanvallen, want wij gooiden de deur daar dicht. Terwijl Leclerc een gaatje heeft naar Vettel. En Hamilton zit te kijken bij Vettel waar hij een aanval kan wagen voor plek 2. Onszelf dus nog steeds op plek 4. We hebben hier een betere run op het rechterstuk dan Hamilton. Slipstream pakken van Lewis. Die is eerst aan het besparen. Die gaat Vettel aanvallen. En wij kijken hier aan de binnenkant bij Vettel. We moesten daar even op de rem omdat Vettel de deur daar wat dicht gooide. We schieten wat rechtdoor. Maar we hebben deze aanval geslaagd. Op het lang rechterstuk Vettel en Hamilton te pakken. Een 2-1. Prachtig, prachtig, prachtig. De volgende heet Charles Leclerc. Hij heeft een gat naar 1.7. Ronde nummer 7 inmiddels voor Charles Leclerc. We zetten de snelste raceronde met een 1.21.6. En daar is Charles Leclerc gezien. Late inremactie aan de buitenkant. Een mooie inhaalmanoeuvre. En P1 is dus van ons. En nu zien we weg te rijden van de Monegask. De gearbox is wat aan het verergeren. 72%. Ik hoop dat hij het in Monaco ook volhoudt. Ik ben er bang voor. Dus dat wordt een wat mindere aflevering. Maar laten we hopen dat we dan in Monaco de finish wel halen. Want dat hebben we de afgelopen twee seizoenen niet gezien, de finishvlag. Maar eerst Spanje natuurlijk. Ronde nummer 7. En we hebben wat druk van Charles Leclerc. Gat is 2/10. Ronde nummer 12, we zetten de snelste raceronde met een 1.1 neer. En Leclerc is zoek gereden. 3.1 hebben wij op de Monegas. Daarachter zit Vettel op 4 seconden van Charles Leclerc. Dus 7 seconden hebben wij op Vettel. En we gaan de pitstops bereiken. Want we gaan namelijk naar de harde band. En dat moet ons naar het einde van de race zien te brengen op die band. We schieten wat door. You are in first position, front of the pack, Leclerc.
onder nummer 15. We zetten weer de snelste race onder met een 1.21.2. En ik wacht een rondje totdat we naar binnen gaan. Leclerc is wel naar binnen. Verstappen is ook naar binnen volgens mij. Of is dat Lucas Weber? Dat weet ik niet. Ik denk Verstappen. Groen in sector 1. Want we gaan natuurlijk nu stampen. We hebben een groot gat met een teamgenootje. Lewis Hamilton dus. We duiken dus nu naar binnen, terwijl we even een momentje overstuur hadden. En deze pitstop moet natuurlijk goed gaan. Het gat met Hamilton is groter en groter geworden. De versnelling bleef wat vast haken en Hamilton is ook naar binnen. Samen met Vettel en Kwiat volgens mij. Weber is ook naar binnen, Bottas is dat namelijk. Bottas is ook naar binnen gegaan en we behouden dus de leiding. Dus door twee rondes langer te blijven rijden terwijl we een moment overstuur hebben. We hadden de auto mooi gered namelijk. Dus door twee ronden langer te blijven rijden, hebben wij Charles Leclerc gecoverd. Groen in sector 1 in ronde nummer 17. The gap to the car behind is 4.2 seconds. 4.2 seconden met Charles Leclerc. Leclerc is behind you. Our gap behind is 4.2 seconds. They're on fresh hearts. Vettel en Verstappen knokken samen met Weber en Hamilton voor het podiumplek. En wij rijden nog comfortabel aan kop. En als dit zo eindigt, dan pakken wij onze vijfde achtereenvolgende overwinning van het seizoen. We zetten de snelste race onder nu met een 1.20.9. Gat naar Leclerc is 4.9 seconden geworden. Het is inmiddels ronde nummer 22. En we zetten weer de snelste race onder met een 1.20.6. Dus we zijn hard aan het pushen. De gearbox is naar 77% gegaan. Die houdt deze race nog vol. Maar ik vrees voor Monaco dat hij daar niet volhoudt. En ik wil daar geen gearbox laten vervangen. Want als ik dat ga doen, dan wordt het een hele lastige wedstrijd. Onder nummer 30, Magnussen is uitgevallen in de wedstrijd. We komen Daniel Ricciardo tegen op blauwe vlak. En Magnussen brengt de virtual safety car naar buiten. We moeten de delta in de gaten houden. Die is aan de lage kant, die is nu aan de groene kant. En dan is de vraag wanneer deze VSC eindigt. Magnussen staat stil bij de laatste bocht in chicane. In sector 3. Virtual safety car is aan het eindigen en is dus geëindigd. En dan moeten we nu Daniel Ricciardo zien te passeren. Wat hopelijk makkelijk gaat. Dus dat hij ons niet in de weg rijdt. We zitten inmiddels bij de kont van Ricciardo en die ons makkelijk voorbij laat gaan. The gap behind us is 3.4 seconden na Charles Leclerc. Dus dat gaat hij niet meer dichtrijden. Daar ben ik bang voor. En Weber pakt denk ik zijn eerste podiumplek van het seizoen. We zetten toch nog even paars in sector 1 neer. 3.7 met Leclerc. De laatste ronde loopt inmiddels voor de Grote Prijs van Spanje. Een goede Grote Prijs. 9 posities gewonnen. Van plek 10 naar P1. Ik had dat eigenlijk niet gedacht. En dan pakken we dus onze vijfde achtereenvolgende overwinning hier in seizoen 3. En dan gaan we ons opmaken voor Monaco. Groen in sector 1. Persoonlijke verbetering. Hoop ik. Ik zie er wat door, maar dat is geen probleem.
Rood in sector 2, dat doet er niet toe. Wij winnen dus de grote van Spanje. En het was een fantastische wedstrijd. So, another fantastic victory for the Silver Arrows. Talk to me, Hans. What was it that set them apart from the competition today? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know? I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere. And it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-walk battles on track. It's what all the fans are after. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. En after this round of nou, de uitslag, wij winnen dus de grote prijs. We pakken niet het snelste race van de punt, maar die is ook niet vergeten, zie ik. Heel gek. De Weber krijgt driver of the day. Eén uitvaller. One that he can definitely be proud of today. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. It's time to see how things are shaping up. Vier gaan helemaal op de positie. Mercedes continue to extend their lead. Well, that was certainly an incredible weekend. En wij blijven met het kampioenschap steeds stijgen. Dat hoor ik van David Croft. 51 punten verschil met Charles Leclerc. Vettel pakt Fiat en 38 punten verschil met Ferrari, dus het ziet er goed uit voor beide kampioenschappen. Good day today. Let's have your take on it. Did you struggle to get through all that traffic today? Nee, niet echt. Ik had gewoon meer grip dan andere auto's. That was a good race for Lucas. Are you pleased to see him doing well? Ja, ik ben altijd blij als hij een goede race rijdt. We zijn natuurlijk maten. We kennen elkaar van de Formule 2. You enjoy yourselves up on the podium today. Ja, maar dan moet je toch ook een beetje plezier hebben. Het is niet altijd aardrivaal dit, aardrivaal dat. Would you say that your rival is still on your level? Ja, ik heb wel veel respect voor hem en hij pusht mij enorm. Appreciate your maar hij time. Moet wat meer bij mijn buurt zijn. De resultaten, we winnen van Lewis Hamilton. Want die rivaliteit hebben we dus gewonnen. We leiden de rivaliteit met Max Verstappen. De rivaliteit met Hamilton brengt ons namelijk wat extra resource punten op. Nou, best wel veel dus. En de reputatie is weer gestegen. Mooi. Je vond het niks. Fantastic podium. Well done. Keep pushing like this for the rest. Nou, dat gaan we zeker doen, Emma. Invitation events doen we niet. Nou ja, dit was dus de vier mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Premier zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op. Aanzet een enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter kan er moet worden of als je zegt, hey, toffe video. Ik heb genoten van de inhaalactie op Leclerc buitenom. Spam de comments voor volgende. Zou ik zeggen, een fijne dag verder en tot ziens tot de volgende keer bij F1 2019 Greenwood. Ga verder in Monaco.